clubicoon Theo Jansen heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Vitesse. De huidige assistenttrainer van Vitesse onder 19 had een aflopend contract, maar is de komende 2 jaar aan de club verbonden. We spraken Theo over zijn nieuwe verbintenis. Anders had hij niet getekend. Ik bedoel, je tekent altijd iets als je tevreden bent en als je blij bent. Anders had ik zeker mijn handtekening niet gezet. Dus ik ben tevreden met het contract die ik getekend heb. Ik heb weer 2 jaar erbij en 2 jaar om mezelf te ontwikkelen als trainer. Wat je zegt, 2 jaar getekend. Wat zijn de stappen die je wil nemen in die 2 jaar? Ja, ik wil mezelf vooral blijven ontwikkelen. Weet je, mijn focus ligt nog steeds op het voetbal, op trainer zijn. Daarin wil ik gewoon de volgende stappen zijn. En hoe die eruit gaan zien, dat zien we wel in de komende 2 jaar. Alleen, ik heb wel geleerd dat je rustig aan moet zijn. Trainer zijn is een vak van heel veel ervaring. Je ziet trainers die heel snel gaan, die vallen vaak ook heel hard. Dus we doen gewoon lekker rustig aan en we doen stapje voor stapje. En als we dan even kijken naar het einddoel, hoofdtrainer bij Vitesse misschien wel? Ja, dat ligt eraan. Dat ligt aan heel veel dingen. Dat ligt aan de club, dat ligt aan mezelf, hoe ik mezelf blijf ontwikkelen. Het ligt eraan wie er allemaal zijn binnen deze club. Dus het is afhankelijk van heel veel dingen, maar het zou mooi zijn. Kijk, als ik nou nee zou zeggen, dan zou iedereen zeggen van je bent niet wijs. Zeg ik nu ja, dan zeggen mensen je bent arrogant, want waarom denk jij hoofdtrainer te kunnen worden? Dus we laten hem in het midden. In ieder geval heel veel succes de komende periode. Dank je. Droomparken, sponsor van Vitesse TV.